Wij met Sorrivino hebben nagedacht over een mooi actiepakket voor de feestdagen. En we denken, ja, ver weg kan, dichtbij kan, wat gaan we doen? We hebben erover nagedacht, Oosterburen, Duitsland, we gaan ze een beetje impuls geven aan de Duitse wijnbouw. We hebben een pakket samengesteld, de flessen staan hier. Mooie achtergrond voor al onze producenten. Eentje missen we nog, maar die gaan we de volgende keer vermelden. We hebben de Wienzer Sommerach uit Franken. Dat is de Valentin Silvana Trocken. Heel mooi spitsig, lekker levendig, veel drinkvreugde. Te verraden, het is mijn thuiswijn. Altijd. Dan gaan we naar Oswald in Rijnhessen. Rijnhessen, een heel mooi gebied. Hele mooie zuiver wijnen komen er ook vandaan. En het wijnhuis Oswald van Clara en Simon Oswald. Ze hebben een wijnbedrijf in Walheim en in Sievershein. En daar maken ze deze waanzinnig mooie Weissburgunder. Heel mooi fris. Iets voller dan de Silvaner. Iets meer diepgang, maar echt beide super mooie wijnen. We hebben ook van Oswald de Riesling. Dus ook de Riesling Trocken. Ook van Clara en Simon, echt waanzinnig gemaakt. Nou, Riesling is natuurlijk gigantisch bekend. Vroeger in Duitsland was een hele grote opbrengst, boven de 100 hectoliter per hectare. Nou, helemaal teruggebracht. Hele mooie kwaliteitswijnen. Deze lage wijn van Oswald uit Rijnhessen, de Riesling. Heel mooi zuiver gemaakt. Lekker ook bij gerookte vissen. Heerlijk. Dan gaan we, ook naar rood. En dan hebben we Sommerloest, ook van de Wienzer Sommerach. Je zou het niet verwachten in de winter, maar we hebben nu al loest over de zomer, Sommerloest. En die creëren we nou met deze mooie, evenwichtige en ronde speetburgunder. Speetburgunder is natuurlijk Jur van Het in Duitsland. En in alle contraien, eigenlijk alle aanbouwgebieden, wordt die anders gemaakt. Het is een hele mooie, lichte stijl van speetburgunder. En heerlijk frivol, licht te drinken, bij visgerechten, maar ook zo lekker glas te genieten. Dan hebben we Deutscher Hof, het VDP wijngoed eigenlijk uit de Aar, uit Maischoos. En dan hebben we de Leger, dat is een cuvée rood. En de cuvée rood wil zeggen dat er Regent in zit, Dornfelder en Maischoos speetburgunder. Dus het is een blend eigenlijk van drie druivensoorten. Het heeft net iets meer power als de vorige speetburgunder. Iets meer grip op de tong. Net iets meer kruidigheid. Maar ook heel veel vreugde om te drinken. En daar gaat het. Dan hebben we ook van Deutsche Hof de Maischoser speetburgunder Trocken. Eigenlijk hun instap speetburgunder. Ja, en ik kan zeggen wat je wil. Maar voor mij, deze instap speetburgunder is wel echt een referentie. Voor speetburgunder uit de Aar. De mooie kom van de Munchberg in Maischoos. Mooi lijsteen gelagerde grondsoorten. Het is fantastisch. Het heeft heel veel dynamiek. Het gaat een beetje naar de aardigheid toe. En een heel mooi glas wijn. Al de instap. We hebben een actieprijs voor gemaakt van deze doos. Om jullie te laten leren kennen wat Duitse wijn aan niveau en het groeien is. Dus ik hoop dat jullie instappen met deze doos. En ik hoop dat jullie heel veel drinkplezier hieraan beleven. Geniet ervan!